Charlotte van Pallant is beeldhouwster. Dit is haar atelier in Noordwijk. Ze is telg van een der oudste adellijke geslachten van ons land. Beeldhouwen was voor haar niet alleen bevrijding uit dat milieu, maar ook haar enig eigen weg naar de wereld, naar de anderen en naar zichzelf. Ze verving haar thuis door haar kunst. Peter Struiken, de tekenaar-schilder, zegt: het is voor haar vanzelfsprekend dat alles om haar werk draait. De wetten die thuis golden zijn ook de wetten van haar werk. Het zichzelf genoeg zijn van thuis werd in haar werk ijzeren volharding en onvoorwaardelijkheid. Alles voor jezelf houden, thuis heette dat never speak up, werd in haar werk betoomd gevoel. Datgene waar ze thuis mee brak, werd in haar werk voorwaarde om zichzelf te vinden. Letterlijk dus een levensvoorwaarde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat haar oeuvre vrij klein is. Het moest voldoen aan de hoge eis haar eigen leven te vullen, zoals bij andere bijvoorbeeld kinderen dat doen. Ik heb hem genomen toen hij net kwam uit het ziekenhuis. Hij had die hele droeve uitdrukking en dat vond ik veel mooier. Als toen hij zo vreselijk gezond en een dik gezicht had. Daardoor heeft hij zoiets poëtisch in zijn gezicht gekregen. Niet door de uitgebreidheid van haar werk heeft ze aan die voorwaarden voldaan, maar door haar beperking tot het uiteindelijk volmaakt gekunde. Werkend van 's morgens tot 's avonds, maar nooit gehaast. Dit beeld, de zieke, het duurde 6 jaar voor het af was. Hield meteen een bijzondere manier van opvoeden in. Kunt u daar iets over zeggen? Ik werd opgevoed door gouvernantes. We waren met ons vijven. En mijn oudste zuster en ik hadden een aparte gouvernante, aparte slaapkamer, aparte zitkamer, aparte werkkamer. En de anderen hadden een andere gouvernante. Die werkte ook helemaal apart. Maar aten deden we allemaal samen. Had u het gevoel van vrijheid? Ja, dat in een zekere zin. Als ze één keer buiten waren, maar verder ja, had je die gouvernante die altijd achter je aan zat. En dat is normaal met natuurlijk als je zo wordt opgevoed. Charlotte Dorothée, baronesse van Pallant, geboren in de vorige eeuw op 24 september 1898. Dochter van Jan Anne baron van Pallant, heer van Walfort. En Sarah Agnes Sophia, baronesse van Pallant van Neerijnen. Er was al een ouderzusje, Jacqueline. De geschiedenis der van Pallants gaat terug tot 1310, dus tot een tijd dat het nog 2 eeuwen zou duren voor Amerika werd ontdekt. Charlotte's ouders woonden aanvankelijk op de Lunenburg bij Utrecht. In 1904 werd er verhuisd naar Vrijland bij Arnhem. Er waren 5 kinderen, 4 meisjes en 1 jongen. Met haar oudere zusje had Charlotte een bijzondere band. Het overlijden van dit zusje in 1910 is voor Charlotte een ervaring geweest
die ze nooit heeft kunnen of willen uitwissen. Vriendinnetjes hadden we niet, we waren onder elkaar. Want we woonden heel erg afgelegen. En in die tijd had je nog niet veel auto's. Dus je ging met paarden, als we naar Roosendaal gingen, naar mijn familie. Nou, dan gingen we met een paard in het begin. Hadden we nog geen auto. Speelde godsdienst een rol in uw opvoeding? Opvoeding niet, ja, nee. Dat was pas later. Heeft uw familie een wapenspreuk? Ja. Welke is het? Libertas vita caria. Vrijheid is me dierbaarder dan het leven. Dat dateert uit eeuwen terug, natuurlijk. Dan bent u toch een echte van Palland, geloof ik. Huh? Dan bent u toch een echte van Palland. Ja, wat dacht je? Mijn familie was erg begaafd en heel erg artistiek. En erg, ik had een oom die een schitterende stem had. En die tekende fenomenaal. En ik zei altijd, wat ontzettend jammer dat je niet, dat u niet heeft... Dat u niet verder op deur bent gegaan, geëxposeerd en gezongen op concert en ik weet niet wat. Die man was schrik. Dat deed je niet in die tijd, hè. En dat verbaasde u als kind al? En dat heeft me erg gestimuleerd om het zelf te doen. Dat wel. Wat was u voor een meisje? Sprankelend, blij, jolig? Ja, maar dat werd erg beknot, dikwijls. Erg vitaal waren we allemaal natuurlijk. En we woonden buiten, we wouden hollen en doen en dan moesten we netjes wandelen. Maar we mochten ook allerlei sport doen. We mochten rolschaatsen, we mochten tennissen. En we hadden een eigen golflinks. Dus we konden golf spelen zoveel als we wouden. En we hadden een croquetbaan. We hadden al die dingen. Hadden we. We hadden een eigen tuintje. U bedoelt, alle kinderen hadden een eigen aparte tuintje? Elke, naast elkaar. Mijn oudste zus, dan kwam ik en dan ging dat zo. Heel ander. Uw herinneringen? Gaan heel ver terug. Ja. Kunt u daar iets over zeggen? Nou, het verste... Tot in de wieg zelf. Ja, nou dat is natuurlijk te gek, dat verhaal. Dat ik herinner, ik was heel, ik huilde nooit als kind. Toen dachten ze dat ik doofstom was. En toen hebben ze me eens een keer in de wieg vreselijk in mijn tenen geknepen. En toen begon ik vreselijk te brullen en lawaai te maken. En toen zag ik dat ze allemaal heel blij keken. Toen dacht ik, oh, ze willen dat ik spektakel maak. Dus vooruit toen ben ik alsmaar gaan brullen. Is die gevoeligheid voor druk van buiten, voor de wil van mensen, van ouders om u heen, heeft die invloed gehad op uw leven? Dat u die heeft af willen leren? Ja, dat heel erg. Want je werd bang, je mocht dit niet, je mocht dat. Als je deed, dan werd je gestraft en zo. Dus dat wel. Maar aan de andere kant was het een heel vrij leven. Dan hadden we uren dat we konden vrij doen wat we wouden buiten en zo. Dat wel. Vonden uw zusjes en uw broer het leven daar gewoon? Want u vond het niet allemaal gewoon. Nou, ik heb het toen vooral ongewoon gevonden toen mijn zus stierf. Ja. Toen ben ik ineens mijn hele leven veranderd, hè, in één slag. Maar daarna zijn we toen gegaan naar school. Naar Engeland. Ja, Kent. Kent House. En dan vond ik natuurlijk een ramp, want je had vreselijk heimwee naar de natuur. Hè? Het verblijf in Kent House in Ealing bij Londen voelde ze als een verbanning. De familie was inmiddels verhuisd naar de Haagse Lange Voorhout. Terug in Holland kreeg ze tekenles van Albert Roelofs in haar eigen atelier. Als ze 20 jaar is, begint volgens traditie haar openbare leven. Haar grootvader is opperceremoniemeester aan het hof, waar ze aan de koningin wordt voorgesteld. Haar huwelijk in 1919 met Adolf, graaf van Rechteren-Limpurg, duurt maar 4 jaar. Hij is verbonden aan de Nederlandse ambassade in Bern. Na de scheiding verhuist Charlotte naar Lausanne. Ze tekent er en schildert. Had u niet liever naar de Rijksacademie gegaan in Amsterdam? Dat had ik gewild. Maar dat mocht niet. Waarom niet? Nou, in die tijd deed dat niet. Uw familie was dus eigenlijk een behoudende
Ja, heel Toch had uw vader de eerste automobiel, dat was nogal progressief. Ja, dat was heel modern. Ja. Nou, zo'n opvoeding was een beetje ouderwets. Maakt u nu nog wel aristocratische milieus mee waar het nog is zoals vroeger? Wat zeg je? Maakt u nu nog wel eens van die familie, die aristocratische milieus mee? Ja, maar niet apart. Zoals vroeger, zag je alleen maar zo'n coterie, hè? Maar dat al lang niet meer. Je ziet al allerlei vrienden en kennissen en ook aristocratie, alles door elkaar natuurlijk. Dat is veel rijker, veel ruimer. U was buitengewoon muzikaal. U wilde ook piano leren. Ik speelde heel veel piano. En ik speelde heel goed. Totdat ik in Kent House heb ik het eerste jaar heel goed gespeeld. Ik voel het precies aan en zo, dat allemaal. Maar ik was er helemaal niet gelukkig en toen werd ik een beetje zenuw zie ik niet, maar ik kreeg een soort basendoorziekte. Heel opgezet, de keel. En toen meteen, door de universiteit, heb ik toen, kon ik niet meer spelen. Nooit meer zo gekund als vroeger. U zegt, ik voelde het goed aan. U bedoelt, wat bedoelt u daarmee? Nou, dat was, ik voelde muziek aan, zo, want ik kon ze goed weergeven. Ontzettend muzikaal weergeven, hè? En dat kon ik niet meer. Gek, hè? Dat is ineens afgelopen. Vond ik heel erg. Dat heb ik vreselijk nog geleerd. Het milieu waarin Charlotte van Palland opgroeide is nu alleen nog maar voorstelbaar voor de mensen die dat toen van binnenuit hebben meegemaakt. Bijna alle naaste familieleden bewoonden kastelen of landgoederen. Dit theehuis is een geschenk van koningin Mary Stuart van Schotland. Veel familieleden waren zeer talentvol. De een zong prachtig, de ander schreef, weer een ander tekende. Maar men deed er niets mee, althans niet naar buiten. Zoiets hield men voor zichzelf. En als men iets van anderen horen wilde, dan werden die anderen uitgenodigd. Zo werden er huisconcerten gegeven door bijvoorbeeld pianisten als Nikita Magalov en Horowitz. U heeft ooit gezegd dat u een groot retenue heeft. Dat is dus een behoefte om u toch af te schermen van buiten. Ja, dat krijg je. Komt dat daardoor, door die jeugd? Door een soort overgevoeligheid, denk ik. Hè? Dat je een beetje een muur om je heen zet. Ja. Marie Andries, je ziet dat in uw beelden en vindt dat ook de kracht van uw beelden. Ja, maar hij ziet ook dat dan de kracht van binnenuit. Is haar werkwijze anders dan de uwe? Gelukkig voor haar wel. Ik zag direct dat zij een beeldhouwster was in merg en been. Hoe zij met die aristocratische handen zulke krachtige plastiek kon maken, daar stond ik versteld van. Zij gaf zich in niets toe. Charlotte maakte ook echte beeldhouwerstekeningen. Sterke, vaste vormen. Men zou denken dat hier iemand met beeldhouwersknuisten aan het woord was. Wij werden bevriend en ik hoop dat dit nog lang zal duren. Roland Holst heeft er wel eens gekenschetst die beelden als allure en inkeer. Dus hartstocht en bedwang. Vindt u dat ook in haar beelden? Ja, maar dat is een echte literaire opmerking. Maar het is eigenlijk wel waar, toch? Ja. Ja. Er zit een ontzettende kracht in, maar die heeft zij een toom. Ik hoor niet van een vreselijke wilde beweging, dat hou ik in. Dat moet een mooie gesloten beweging zijn, hè? Ja, u bent niet op gevoeligheid uit. Hm? Op de gevoeligheid van de uitdrukking bent u niet uit. Dat is niet uw hoofddoel. Een gevoelige plastiek. Gevoeligheid vindt u een vervelend begrip? Ja, want die vind ik wel in de beweging. En die vind ik in de harmonie van vormen en van lijnen, van plannen. Dat vind ik wel, dan moet je je gevoeligheid ook wel degelijk bij gebruiken. Hè? Maar niet in de oppervlakte
van het werk, dat zegt me niet veel. Ja, de ene oppervlakte, ene beeld vraagt die oppervlakte en een ander beeld weer een andere oppervlakte. En dat op zo'n manier. Van de architect Duintje uit Amsterdam. En ze heeft zo'n geweldige kaak, hè? En zo'n kin. Dan moet je toch maken zoals ze zijn. Maar vrouwen die vinden zichzelf altijd mooier dan ze eigenlijk zijn, geloof ik. Vindt u zichzelf deftig? Allerminst. Dat wil ik ook niet zijn. Nee, ik zie me niet als een mevrouw, ik zie me als een gewoon, als een wezen. Was de saamhorigheid van uw familie zo groot dat je of moest breken of moest blijven? Zeg dat nog eens. Dat je moest kiezen voor of tegen de familie. Je moest breken met het milieu om je eigen talent te vinden. Breken. Breken. En toch proberen te harmoniseren met je familie. Je moest het toch, want ik hield van mijn familie. Dus je wou niet hun verdriet doen natuurlijk. Dus je moest je eigen weg gaan, dat moest, voor mijn werk. En ik wou toch blijven met mijn familie. Dat gaf natuurlijk vreselijke spanningen. Ontzettend. Maar ik ging toch die kant uit. Ik bleef volhouden voor mijn beelden. En toch zo goed mogelijk met mijn familie. De eerste impressie van een object maakt op mij een zeer sterke indruk. En deze impressie tracht ik gedurende het hele werk met al zijn verdere complicaties vol te houden. En daarmee is dan het essentiële gezegd.
Ik componeer in de derde dimensie. Ik probeer zoveel mogelijk richtingen en volumes op zo min mogelijk planen te brengen en dat driedimensionaal. Achter elkaar. En toen was het ineens uit, toen kon ik het niet meer. Dat is heel gek. Parijs, 1926. Rond Montparnasse speelde zich alles af wat bepalend zou worden voor de kunstgeschiedenis van de 20e eeuw. Allemaal waren ze in die tijd in Parijs. Hier Kees van Dongen en het model Aïka Lanoire. Schilders, schrijvers, muzici, componisten, balletmensen. Maar Charlotte maakte daar niets van mee. Les van André Lot in de Rue d'Odessa. Het atelier is nu weg. Hij leerde Charlotte componeren. Ze maakte cubistische tekeningen die ze later tot één grote tekening componeerde. Albrecht Dürer had het al gedaan begin 16e eeuw. Hij construeerde de proporties van een kop in schema's, een vorm van cubisme die Fernand Léger ook beoefende in de tijd dat Charlotte in Parijs was. Een abstraheren van onderdelen om die later in één geheel samen te voegen. Componeren noemde Lot dat. Toen Lot die theorie ook op het schilderen toepaste, liep Charlotte van Pallant weg. Na de André Lot-periode ging ze terug naar Holland, waar ze in diverse ateliers zichzelf leerde beeldhouwen. 5 jaar lang. In een vrijwel volstrekt isolement. Dat isolement, dat heeft ze altijd gehad. En dat zal ze, denk mij, altijd houden. Omdat dat voor haar een conditie is om rustig en geconcentreerd te kunnen werken. Ze heeft veel getekend en ze heeft ook geprobeerd in die tekeningen de volumes op elkaar te stapelen eigenlijk en aan te geven. Niet zozeer de lijnen als wel de volumes. Toch weer Parijs. Daar ontdekte ze de Academie Scandinave, vlakbij het hotel waar ze woonde. Daar gaf Charles Despiaux les. We volgen Charlotte van Pallant nu in Parijs. Ze is er met haar vakgenote en vriendin Maya van Hal. Eerst gaat ze naar La Grande Chaumière, de Vrije Academie, waar ze vroeger tekende en haar modellen vond. Ik was in een winkel vlakbij mijn atelier en ik zei altijd: je suis terriblement pressé. Omdat ik wat al mijn tijd wou ik besteden aan mijn werk en niet om allerlei stukjes brood en suiker en allerlei dingen te zoeken. Is dat nog zo? En toen heette ik langzamerhand in die winkel: ah, voilà, madame, toujours pressé. Toen heette ik in de buurt. Omdat ik altijd haast had. Dat is nu nog zo, geloof ik. De dag was te kort, hè? Misschien ongeduldig een beetje, hè? Ja, je moet dat doen. Ja. Ik kwam hier enkele keer tekenen. Maar meestal tekende ik in mijn eigen atelier. Dat vond ik veel rustiger. En hier was het altijd stampende vol. Maar als ik een model nodig had, dan kwam ik het hier een model zoeken. En je had enorm veel keus aan modellen, hè? Alles wat je nodig had voor je werk, dat was hier. Tussendoor een uitstapje naar de rue Jean Ferrandi,
waar ze vroeger een verrukkelijk atelier had. Het was even zoeken. En dat heeft toch gebombardeerd. Nee, dit was mijn atelier. Oh ja, hier. Dan zie ik het. Ja, dit was het vroeger. Entree. Ja, ik moet dus even informeren. Pardon, madame. Non, je sais, mais moi j'ai habité ici en 39. Oui, mais c'est au fond, ce n'est pas ici. C'était ici autrefois. Non. Oui, quand. Non, c'était... non, ce n'est pas ici. Mais c'était longtemps avant votre temps. C'est au fond, madame, à droite. C'est là-bas. Maar het is zo veranderd met al die blaren en die dingen hier. Het is niet te geloven. Is dat de meneer van het hoofd van het ding? Ik denk het. Ja, dit was mijn atelier. Pardon, monsieur. Hallo. Vous voulez rentrer? Non, vous voulez vous demander. Toen ging ze met haar vriendin de beeldjes brengen naar de gieter Valzuani. Huis dat niet alleen perfect giet, maar ook elke gewenste kleur aan het bronzen gietsel kan geven, de zogenaamde patine. De man die voor die kleur zorgt, heet patineur. Valzuani's patineur is van huis uit een Vlaming. Toen was Bousquet aan de beurt, die onder meer haar grote beeld van Wilhelmina in gips vergrootte, zodat naar dat gips uiteindelijk het granieten beeld kon worden gehakt. De Bernard, voyez, le modèle est ici. Oui. Et on est en train de finir de remonter le modèle parce qu'il a été coupé. Ah oui, oui. Tout le modèle a été coupé ici. Ah, oui. Et on a remonté toutes les pièces ici. Vous voyez? Voilà. Et vous pouvez aussi le faire agrandir. On peut le faire agrandir. Ça, c'est un modèle de réduction. Mais inversement, on peut mettre celui-là à 4 mètres, si vous voulez. Ah, oui. On change toutes les dimensions. Oui. N'importe. Et voyez, on peut faire en tout petit aussi. En tout petit, même un bijou. Même si un bijou comme ça. C'est ça. Oui. On a réduit la victoire de Samothrace pour faire des porte-clés. C'est toute petite comme ça. On travaille à la loupe, là. Ah. On travaille à la loupe. Tiens. Maar de grootste pelgrimstocht was naar de Académie Ranson, waar ze van Charles Malfray had geleerd waar haar meest eigen talenten lagen. Het is er niet meer.
Malfrais leerde haar hoe ze in beelden kon realiseren wat ze tweedimensionaal in tekeningen had geleerd. Een doorbraak naar de derde dimensie van het beeld. Het beeld dat haar uitgestoken hand moest zijn naar een andere wereld dan ze thuis had leren kennen. Heeft u bepaalde voorkeuren in de muziek of in de literatuur? In de muziek hou ik het meest van Mozart, van Bach, van alle klassieken. Van Stravinsky ook. En enkele moderne. Uw literaire smaak is waarschijnlijk in Parijs vooral gevormd. Ja, dat is zo. Maar ik heb niet heel veel gedaan aan literatuur. Want ik had er niet veel tijd voor. Ik zat eigenlijk de hele dag in die beeldhouwer. En tekenen en s'avonds was ik moedig. Dan las ik haast nooit, dan las ik de kranten, verder niks. En wat voor kranten las u dan? Nou, alles wat ik te pakken kon krijgen. Ja, in Parijs hebben we gezien wat voor soort kranten dat zijn. Oh, nou, dat was maar een aardigheidje. Dat doe ik altijd als ik naar Parijs ga. De France Dimanche. Maar die had een heel goed artikel over het. Dat heb ik toen van 's nachts gelezen, toen ik niet slapen kon. Het hele levensbeschrijving van Thatcher stond erin. Uitstekend. Dus het was niet alleen maar een roddelkrantje, hè? Als u portretten maakt van literatoren zoals Leopold, ja, of Roland Holst, mm-hmm, vindt u het dan nodig om hun werk ook te lezen? Ja, dat vind ik wel. En ik heb ook wel gelezen gedichten van Leopold. Vond ik heel, heel mooi. En heel veel gedichten ken ik natuurlijk sinds ik in Holland woon van Roland Holst. U bent laat aan een zelfportret begonnen. Is dat anders werken dan wanneer je een portret van anderen maakt? Ja, heel moeilijk. Dat kan haast niet. Je doet het met 3 spiegels. En ook met foto's. En dat heb ik toen op die manier gedaan. Ik vraag dat, omdat als u over zelfportretten, of nee, over portretten praat, dan zegt u, ik voel heel snel het wezen van iemand aan. En ik blijf werken tot dat wezen in een plastische harmonie zichtbaar is geworden. Ja. Maar een zelfportret, je eigen wezen aanvoelen. Maar dat is ook hetzelfde eigenlijk. Je kent toch jezelf? En trouwens, van jezelf leg je ook altijd in ieder portret. Niet alleen het wezen van de ander, maar ook van jezelf. Vindt u temperament in de beeldhouwkunst een voorwaarde om beeldend te zijn? Ja. Je moet wel een razend enthousiasme werken, anders komt er niks van terecht. Als iemand uw werk zou karakteriseren met aan de ene kant allure en aan de andere kant inkeer, beide, zou u dat aanvoelen? Ik vind mijn werk niet zo'n inkeer, vind jij dat? Ja, dat vind ik moeilijk om dat uit te leggen. Over het algemeen moet ik veel schetsen maken. En is het een langdurig zoeken voor ik enigszins benader wat ik zeggen wil. Ik wil die plastische waarde duidelijk vastleggen. Dat is een grote hulp bij de opbouw van het beeld. Het tekenen schiet er meestal erg bij in met portretopdrachten, daar een opdracht meestal snel moet geschieden en uitvoerige tekeningen eisen veel tijd. Thank you.
u nog heel jong een keer op straat een man aangesproken. Ja. En u zei, je hebt een mooie kop, die wil ik maken. Ja, dat bleek een dief te zijn geweest. Die was in de gevangenis geweest. De grootste boef. Oh ja? Dat wist ik niet toen natuurlijk. Maar hij was heel geschikt bij mij, ik merkte niks, maar hij vertelde het me. Maar vond u dat gewoon, als jonge barones ja. zomaar op straat? Oh, ja. Zou u het nu weer doen? Ja, waarom niet? Als ze het goed vinden, des te beter. Van Dalsem heeft een keer van u gezegd, ze is er tegelijk wel en ze is er niet. Ja, dat heb ik niet begrepen. Begrijp ik niks aan jij? Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik er wat van begrijp. Dat je ineens weg bent met je gedachten, zoiets. Ik denk dat hij bedoelde dat uw aandacht en belangstelling en betrokkenheid heel groot is als het over iets gaat wat u zelf bezielt. Oh ja. En anders ook in het geheel niet. Ja, dat is wel zo, eigenlijk. Dat is een fout. Bourdel, die heeft dus gezegd dat het goed is soms om een tijd op een hele kleine oppervlakte te werken. Nee, op de minimum. Hij zei, dat heeft gezegd, dat als je begint met beeldhouden, je moet heel lang studeren op een werk. En je moet nooit niet te grote vrede zijn, hè, maar heel, heel lang werken. En je moet het zo ontzettend de vorm bewerken op de millimeter, zodat het heel, dan wordt het heel erg gespannen. Dat is goed als oefening, hè? Je moet heel lang op zo'n beeld werken. En van Malfret heeft u geleerd, geloof ik, dat er gedacht moet worden ook. Oh ja, iedere zet die je doet natuurlijk. Dat is heel anders. Maar dat kun je alleen doen als je al lang gewerkt hebt. Heel, heel serieus. En, ja. Houdt u van het ambachtelijke? Ik heb foto's dat u staat te hakken in hele harde stenen. Ja. U heeft een voorkeur voor de hardste soorten hout. Ja. Dat is ook het mooist. Dan krijg je makkelijker trouwens een strakke vorm. Maar graniet, dat is een prachtmateriaal. Dat hak je niet. Dat wordt af. Hoe noem je dat? Gepuncteerd? Nee, gruis wordt het. Vergruist. Zo met een bottenbeitel. U hield ook van uw beitels. U maakte ze zelf weer scherp. Ja, maar dat hoeft nog niet meer. Je hebt nou... Nee, maar dat bedoel ik niet. Maar deed u dat graag? Ja, dat deed ik. Ik had in Parijs toch de alles bij elkaar daar in dat atelier waar ik woonde. Ik had daar vlakbij, was er zo'n smet die dat altijd voor me deed. Daar ging ik eventjes heen, die deed dat. En vlakbij was de gipsgieter. U kunt zelf ook goed gipsgieten, ja, geloof ik. Ja, ik deed ze, maar niet als groot was. Dat is te vermoeiend. Maar ik heb alles gegoten. Alle kleine plastic, alle portretten en die dingen deed ik zelf. En maar als ik er geen zin in had, dan ging ik naar de gipsgieter. Ja, ja. Die deden grotere dingen. En armaturen maken, die staketsels dat binnen? Dat deed ik zelf allemaal natuurlijk. Ja, je moet je precies weten. Hoe dat deed u graag? Ja, houdt er allemaal bij. Vooral met lef. Vindt u dat zelf ook? Je moet wel een beetje. Met je werk moet je wel durven ineens. Je moet riskeren. Dat komt er ook bij. Maar toch langzaam werken. U houdt niet van haast. Ja, dat hangt van het moment af. Dat is studie, dat langzame werken. Maar er komt een ander ogenblik. Dan moet je eens iets riskeren. Moet je durven. U heeft eigenlijk uw hele leven telkens gedurfd en geriskeerd. En dan ook weer is vernieuwen. Dat komt vanzelf, die vernieuwingen. Soms ben je ineens uitgekeken. Dat kan niet meer. Afgelopen. MUZIEK
détresse, noem ik dat. Want ze was toen, de broer was net gestorven en toen zat ze zo helemaal in elkaar. U zei dat u in Parijs het zo fijn vond om een nummer te zijn. En anoniem en opgenomen. In ja, dat niemand weet wat je bent. Dat je een soort van enorme vrijheid gevoel had. Ja? Heerlijk. Ja. En in Holland zit je altijd in een coterietje, vroeger vooral. Hè? U bent nogal dikwijls verhuisd. Ik heb het geteld. Een keer of 17. Oh, hopen keer. Vele ateliers gehad. Overal waar ik kon, had ik gezorgd dat ik een atelier had. Op zolder of in de kelder of waar dan ook. Maar altijd was er een ateliertje. Als je zo vast, overtuigd, eigenzinnig je eigen weg kiest, dreigt er dan geen vernauwing, geen eenzijdigheid? Nee, je hebt het gevoel dat je altijd, als je wilt, kun je toch naar alle kanten kijken, hè? Naar allerlei. Houdt u... Nee, laat ik het zo. Heeft de ontwikkeling van die laatste 50 jaar om ons heen invloed gehad op uw werk? De stroomversnelling, zoals dat heet, van de tijd? Sinds dat ik gewerkt heb bij Manfred, bedoel je? Ja. Ja, dat blijft me bij. Enorm. Dat is de meest vruchtbare tijd van mijn leven geweest. Ja, dat was fantastisch. Het hele wonen in Parijs is al ontwikkelend. Niet alleen de lessen, hè? Leest u graag kranten nu? Leest u veel of ja, graag... ben erg geïnteresseerd in wat er gebeurt in de wereld. Heel erg. In alles of specifiek de kunst? Politiek ook. Alles wat er gebeurt in de wereld. Zo, al die landen, al die... veranderingen. U bent heel positief in uw waardering voor het werk van Volten en Struiken en ook anderen. Dat verrast me, omdat het zo ver van het uwe lijkt af te staan. Zullen beweren van niet, en ik vind het ook niet. Zullen zoeken harmonie van vorm en van plannen en van lijnen, net als ik dat doe. En ik doe erbij nog, gebruik nog het model erbij, de menselijke, de mens. Dat interesseert mij, de mens nog erbij te gebruiken. Kan iemand zo zijn eigen weg gaan, zoals u gedaan heeft, zonder een enorme wilskracht? Nou, ik heb wilskracht in mijn werk. En als ik het wil, dan heb ik geweldige wilskracht. Maar meestal gebruik ik het helemaal niet genoeg. Dat is waar. Denkt u wel eens aan dingen, begrippen als noodlot? En... Ja, tot een zeker punt. Ja, dat zou ik een beetje moeten bedenken hoe ik dat moet uitleggen. Want het is heel interessant, dat wat je vraagt. Maar dan moet ik eerst eventjes bedenken. Een noodlot lijkt een uiterlijk bepaalde invloed op je bestaan, terwijl wilskracht een innerlijk bepaalde invloed. Dus eigenlijk zou je denken, noodlot en wilskracht staan tegenover elkaar. Een gedeelte noodlot, dacht ik, gedeeltelijk is noodlot. En je kunt het zelf toch ook door je wilskracht veranderen. Dat geloof ik wel. De jeugd, de jongere kunstenaars, houden van uw manier van tekenen. Ja. Dat analyserende, dat onderzoekende, ja. Dat in vlakken opdelen. Ja, daar houden ze van. Begrijpt u dat? Want tegenwoordig, al een jaar of 20, probeert de kunst juist onharmonieus te zijn. Om een valse harmonie te doorbreken. En in scherpte. Nou, daar hebben ze behoefte aan. Aan een zekere lijn, een richting, hè? Aan iets wat ze steun geeft.
En dat voelen ze in mijn werk. En daarom vragen ze erom. Hè? Toen u uw heup had gebroken en onder narcose werd geholpen, toen heeft u een droom gehad. Nee. Een hele wijde... Visioen. Wilt u daar wat over zeggen? Nee. Nee? Was dat geen hele ruime ervaring waarin de wereld klein werd? Ja, maar dat praat ik liever niet om. Even stoppen? Nee. Of wil ik het wel zeggen? Heb je graag dat ik het zeg? Wat vind je? Ja, ik vind het belangrijk. Omdat ik dan op het geloof kan komen. Via die droom. Oh, op die manier. Ja, nou, het is natuurlijk als je in zo'n visioen hebt, dan zit je ineens in een totaal andere wereld. Hè? Je bent opgenomen in een heel ver paradijs. Waar je later komt. Dus dat heb je dan even beleefd. Dat is een groot wit licht waar je dan in bent. En je voelt daar een fenomenale, prachtige geestelijke beleving. Zo ontzettend rust. Dus al het andere valt weg van de hele wereld. Hè? U bent nu 80 jaar. En nu is er rust en een soort ruimte die... rustig is en harmonieus. Ja, dit nu wel, ja. En heeft u dat herkend in Soefi? Ik ben al heel lang Soefi, al sinds het begin van de oorlog. En het Soefisme is voor mij een hele grote belevenis, de mooiste belevenis van je leven eigenlijk. Mystiek, ja? Mystiek is het mooiste wat er is. U heet in de Soefi Moussavira. Ja, moest zijn. En dat betekent goddelijke kunst. Ja. Dat vind ik een beetje vervelend. Ja, een beetje saai. Nou ja, dat vinden ze niet prachtig. Oh, en dat laat, dat laat u dan? Dat laten we maar. Ja. U bent leerlingen geweest van een aantal meesters. Heeft u zelf leerlingen of zou u ze willen? Nee, ik kan moeilijk lesgeven. Daar hou ik niet van. Maar er komen wel dikwijls bij mij, jongeren. En dan geef ik ze raad. Dat doe ik wel. Dat vind ik heel prettig. Maar echt zo lesgeven, nee, dat voel ik niks zo. Maar ik heb niet zoveel lessen gehad. Ik heb eigenlijk les gehad van... Nou, toen ik 18 jaar was, een jaar of niet eens een half jaar, bij Roelofs heb ik geschilderd. En dat ging... Toen ben ik getrouwd, afgelopen. Toen heb ik les gehad bij André Lot. Ook ja, nog. Dat weten we. Niet een half jaar. Nog geen jaar. En toen, onmiddellijk als ik weet wat ik weten wil, dan ga ik weg. En dan verwerk ik het volgens mijn eigen innerlijk. Hè? Je moet een eigen weg vinden. Een eigen uitdrukkingsvorm moet je vinden. Hè? Met behulp dan van wat je ziet en wat je om je heen hoort. Je moet niet blind zijn voor wat je ziet. En ziet u dat elke dag nog om u heen? Ook bij jongere kunstenaars, bij alle soorten kunstenaars nu.
U bent zo geïnteresseerd, heb ik gemerkt, ja, in wat er gebeurt nu. Ja, ben ik ook. Maar een heleboel dingen, die vind ik nog niet bepaald boeiend op het ogenblik. Hè. Maar wat doet u ermee, als u dat ziet? Nou, daar doe ik dikwijls niks mee, met poppen, wat er heen, niks aan. Maar aan die cubisme had je wel heel veel. En aan struiken? Ach, dat voelt wel een zekere verbondenheid, omdat... Nee, niet erg veel eigenlijk. Hij zoekt... harmonie van lijnen. Het is een schilder, dus dat is weer wat anders. Hè? Laten we een beeldhouwer nemen, Mayol. Nee, die heeft niet... nog een bezoek gebracht aan Mayol. Ja. En die was toen 80. Net ja. Zoals u nu bent. En Mayol zei toen... Ja, die stond daar in zijn tuin, hij heeft zo'n heuveltje tegen zijn atelier aan. Prachtige oude man met een hele lange witte baard. Ik dacht, hij is heel lang en hij was heel, heel klein. Hij leek heel groot. En toen heeft hij me zijn atelier laten zien en heel boeiend gepraat en zo. En toen zei hij, c'est curieux d'avoir atteint 80 sans s'en être aperçu. Want hij was nog zo geweldig vitaal en hij deed nog alles. Wilt u dat vertalen? Hakken. Het is wonderlijk dat je 80 jaar hebt bereikt zonder dat je het gemerkt hebt. Geldt dat voor u ook? Ja, helemaal. Ik vind het ook nog. Ik ben wel een beetje minder als vroeger, dat vind ik wel. Als u zichzelf... Ik kan minder, minder vooral nu dat ik ziek ben geweest. Hè. Dat maar u werkt nog elke dag? Nee, nu niet. Op de ogenblik dag begint wij weer langzamerhand. En u snoept als u zich te beeld houdt? Nee, ik snoep het niet, maar wel knabbelen, krakende dingen eet ik, ja. Ik moet kraken. Ja, jij rookt, als je merkt. En als je rijdt, ik moet kraken. Een verhaal, hè? Dan ga je er niet in, zeg, al die onzin. Als u zichzelf de beste beeldhouwster vond, wat zou u dan doen? Maar dat vind ik helemaal niet van mezelf. Nee, alles behalve. Zou je doorgaan of zou je dan meteen ophouden? Ik hoor niet veel van de beste zeggen, van die of die. Ik vind dat iedereen heeft zijn eigen weg. En de een doet dit op die manier goed en de ander is goed in een hele andere richting. Ja, ik zeg niet gewoon de beste. Moet u doorgaan? Ja, zolang als het mag. Zolang als het, zolang als ik leef natuurlijk. Ja, je kunt heel oud worden als je... Je kunt blind worden en je kunt je niet meer je armen gebruiken. Ja, dat is vanzelf wel gelukkig. Maar als ik enigszins kan, dan natuurlijk boeit me nog altijd. Is werken voor u een voorwaarde om te leven? Ja. Absoluut. Beeldhouwen is een voorwaarde om te leven, ja. Ik zou ziek worden als ik het niet deed.